Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 25 mei. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Zometeen is hier lekker de woonkamer weer aan de beurt. Hier is wel eventjes weer grondig aan de beurt, want het is best wel vies hier. Maar dat komt goed, dus ik ga het gewoon eventjes lekker schoonmaken. Daarna ga ik even de doodles verder tekenen. Ik hoop eigenlijk dat ik een beetje ver kom, maar ik zie wel ik denk niet dat ik ze helemaal afkrijg. Maar ik ga wel even zien hoe ver ik kom. Ik heb gisteravond gekeken naar Voor Hetzelfde Geld. Was wel leuk. Was een koppel van twee mannen. Die hadden hun eigen huis al verkocht. En die zochten dus nu een huis. Want ze wonen nu tijdelijk bij de ouders van een van die mannen in. Uiteindelijk hebben ze ook echt een bod uitgebracht. En was het geaccepteerd. En konden ze in dat huis gaan wonen. Alleen wilden ze ook wel echt nog wat dingen veranderen. Dus verbouwen en zo. Maar goed, dat was verder wel leuk. Ik heb daarna de vlog afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Die zijn nog niet helemaal af, want het lukte allemaal niet zo goed. En nou ja, geeft niet. Daarna ben ik mijn Netflix-serietje gaan kijken. En daarna had ik het vervolg van Flikken, wat heel spannend was. Dus wat dat betreft had ik eigenlijk een prima avondje. Ik moet nog even de boodschappen naar boven brengen ook. Ik heb al even oud papier naar de kliko gebracht en de vieze vuilniszakjes. Daar moet ook even een schone in. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik wil ook eventjes de nieuwe die dingetjes gaan proberen voor de stofzuiger. Dus dat lijkt me ook wel eventjes fijn. Dus tijd om eventjes aan de gang te gaan. Ik ga eerst even een handwas aanzetten en dan ga ik eventjes flink aan de schoonmaak hier. Zo, lekker weer een hele schone woonkamer. En ik wilde toch even stilstaan bij deze. De Vacuum Fresh Cleaner die ik dus gisteren heb gekocht bij de Zeeman. Ik kan hem echt aanraden. Je krijgt drie zakjes. Het zijn dus van deze zakjes. De geur komt er al doorheen. Het is heel lekker een fris geurtje. Die zakjes kun je op meerdere manieren gebruiken. Je kunt de korreltjes bijvoorbeeld gewoon op de grond gieten en opzuigen. Ik heb ervoor gekozen om ze dus in de stofzuigerzak te doen. Je kunt ze ook gewoon in de stofzuiger gooien, staat hier. En dat denk dat dat zal gelden voor mensen die een stofzuiger hebben zonder zak. Alleen ik denk dat het dan wel een duur grapje wordt, omdat je die, dat moet je natuurlijk heel vaak legen. Maar echt, ik heb het in mijn stofzuiger gedaan en ik rook het gelijk. Zo lekker dat het rookt. De geur komt dan gewoon echt gewoon naar buiten, zeg maar. Dus mocht je op zoek zijn naar een stofzuigerverfrisser en je hebt er nog niet eentje gevonden, ga zeker eventjes kijken bij de Zeeman. Want ze zijn dus 69 cent, je krijgt drie zakjes. Ik ga ze zeker weer opnieuw kopen als ze op zijn, want ik vind ze echt heerlijk. Er staat niet echt een geuromschrijving bij. Ik ben er ook niet zo heel erg goed in, helaas. Maar het is gewoon echt een hele frisse geur. En ik heb er nu al echt heel veel plezier van. Want als ik nu in mijn gang kom, ik heb daar gestofzuigd, ruik ik deze verfrisser. Dus echt een aanradertje. Zit nu zelfs een beetje aan mijn handen, want de geur komt door het zakje heen. Ik heb de doodles, ik moet ze er nog. Nou, zeker nog wel vijf, maar ik had er een heleboel nog niet ingekleurd. Dat heb ik gedaan. Ik heb er nog wel een paar bij getekend. Dus ik hoop eigenlijk dat ik dat misschien van het weekend even afmaak. Aangezien we volgende week natuurlijk alweer in juni zitten en een nieuwe week begint.
Maar was ook wel eventjes relaxed. Lekker weer een frisse zak in de... afvalbak. Mocht iemand een tip hebben om een verfrisser voor je afvalbak, laat het me weten. Want ik heb dus eerst zo'n plakkertje gehad en dat werkt niet, want die laat dus los. Maar ik zou het eigenlijk wel lekker vinden om een verfrisser te hebben in mijn prullenbak. Dus mocht iemand daar een tip voor hebben, ik vind het gewoon altijd zo stinken natuurlijk. Maar het is in ieder geval, er zit weer een schone zak in, dus dat is fijn. Ik ga soms dan even lekker relaxen, dan ga ik strakjes douchen en eten. Vanavond, je hebt verslaafd, maar volgens mij is het een herhaling. En dan ga ik gewoon een slechte chauffeur kijken en daarna de BN'ers in het ziekenhuis. Maar ik moet dus even kijken. Maar naar mijn weten, wat ik het voorstukje zag, dacht ik dat het een herhaling was. Maar ik snap het ook wel, want vanavond heb je Feyenoord. En ik denk dat heel veel mensen dat willen gaan kijken. Dus ik denk dat ze dan de kijkcijfers een beetje zullen verliezen, omdat die wedstrijd op tv is. Verder ga ik nog eventjes mijn blogpost schrijven. Moet ik een thumbnailtje maken voor de vlog? Die wil ik dan even inplannen. En ga ik lekker mijn Netflix serie kijken en flikken. Dus dat wordt het ook. Ik ga jullie bij deze dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 26 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik wil even terugkomen op mijn hoesje voor mijn watch. Want ik had dus vorige week heel mooi mijn hoesje erom gedaan. Maar moet je even kijken hoe je er nu bij staat. Allemaal bubbels eronder. Hij zat echt vorige week perfect en hij is nu helemaal gaan bubbelen. Dus mocht je nou een Apple Watch hebben of misschien aan willen schaffen en je wil er een screen protector op doen, bestellen maar op internet en haal hem niet bij de Action, want ze zijn gewoon qua kwaliteit niet echt fantastisch. Ik heb ook het idee dat hij een beetje weggedrukt wordt door het hoesje. Nou moet ik zeggen, ik draag er een hoesje om, maar ik heb het idee dat heel veel mensen dat ook niet doen. Heel veel mensen op televisie bijvoorbeeld zie ik er nooit een hoesje omheen dragen of überhaupt een screen protector. Maar ik ben er niet echt fan van. Dus ik ga eventjes op internet kijken of ik daar een betere kan vinden. Want dit is echt niet fantastisch. Ik heb gisteravond geen verslaafd gekeken. Dat was een herhaling. Dus ik heb gekeken naar de slechtste chauffeur van Nederland. Dat was de finale. Als je het mij vraagt, konden ze alle drie echt ook in de finale plaats zitten. Nou, dan moesten er maar twee overblijven. Ze hebben wel echt voor de slechtste gekozen. Ik zou ze persoonlijk alle drie niet tegen willen komen onderweg. Van de twee finale plaatsen. Ze hadden allebei van mij de titel mogen krijgen, want ze waren allebei super slecht. Maar ja, dan kan er maar eentje winnen. En toen was voor mij wel duidelijk wie dat zou worden. Maar echt, ik vraag me dan echt af, waar komen deze mensen vandaan? Hoe hebben deze mensen in feite ooit hun rijbewijs kunnen krijgen? Nog heeft een examinator kunnen zeggen, je bent geslaagd. Want het kan gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. Maar goed. Daarna heb ik de BN'ers in het ziekenhuis even gekeken. Dat was ook wel weer heel erg mooi. En ik vind het altijd wel interessant. Ik heb de vlog geüpload en een thumbnail gemaakt. Ik heb een blogpost geschreven. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Heel spannend, maar ik moet zeggen, de aflevering van gisteren begreep ik heel weinig van. Want het schijnt dus... Het is dus zo, deze advocaat die moet een man verdedigen en daar moeten ze een jury voor kiezen. Waardoor ze dus een aantal leden overhouden. Ik weet dat ze dat in België ook een keer hebben gedaan. Het is al een serie was dat. Maar ik snapte hier heel weinig van deze aflevering. Dus ja, als je dan echt niet uit het land komt, dan snap je helemaal niet hoe dat in zijn werk gaat met die rechten daar en zo. Dat vond ik een beetje lastig. Nou had ik een hele spannende aflevering van Flikken en dat was wel heel mooi. Ik moet hier zo even stofzuigen. Ik moet even een wasje opvouwen, want die zit nog in de droger en die moet even opgevouwen worden, zodat die straks, dan kan ik gelijk de droger eventjes uitzuigen en zo. Want ik wil morgen eventjes de handdoeken wassen. Dus dat is sowieso wat ik eventjes moet doen. Ik ga de video opnemen voor zaterdag en ik ga even bullet journalen. Dus dat is ook de planning. Ik heb nu een nieuwe manier van het opruimen van mijn beddengoed. En ik wilde eigenlijk dat eventjes helemaal gaan oprollen nog. Even kijken of dat allemaal lukt. Dus dat is sowieso even wat ik moet gaan doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Maar ik ga nu eerst even wat dingen doen en zorgen dat de video opgenomen wordt. Thank you.
Nou, ik ben klaar. Ik hoop dat de video een beetje duidelijk is geworden. Want ik had er een beetje moeite mee. Het ging allemaal even niet zoals ik wilde. Je hebt kunnen zien dat ik wel eventjes mijn dekbed overtrekken heb opgerold. Het is nog niet helemaal zoals ik wil. Maar het is in ieder geval al beter dan dat het was. Toen kreeg ik een Instagram berichtje van een van jullie die heel erg oplettend was geweest. En zei dat de video niet online stond, de vlog. En toen ging ik kijken en toen was het dus niet goed gegaan met de verwerking. Waardoor die even opnieuw moest uploaden. Dat wilde allemaal niet. Ik heb hem nu even opnieuw geüpload. En even aan het kijken. Hij is nu de HD versie aan het verwerken. Dus als het goed is. Ik heb je niet goed verstaan. Kun je dat opnieuw zeggen? Even kijken hoor. Home. Even kijken. Of het nu wel goed gaat. Daar baal ik dan weer van. Ja, het kan gebeuren, maar het is wel vervelend. Yes, hij staat er nu op, jongens. Dus gelukkig. Ik vond het echt heel vervelend dat het nou allemaal niet lekker liep. Maar ja, soms gaat er een keertje iets mis in de verwerking. Maar hij staat dus nu echt wel online. Maar het is wel een beetje balen. Dus ik moet de volgende keer wel eventjes wat beter opletten. Maar gelukkig heb ik dan oplettende kijkers die eventjes een berichtje sturen van... Hey, ik zie je vlog niet online staan. En dan kan ik het gelukkig gelijk oplossen. Maar ik vind het dan gelijk weer heel vervelend. Maar goed, het was een beetje een rommelige middag. Ik heb normaal altijd wel echt zoiets van... Oh, ik voel me, vind het dan allemaal heel relaxing. Ik vond het vanmiddag even niet. Even dat gedoe met die video tussendoor. Nou ja, ik hoop dat mijn opgenomen video ook een beetje goed overkomt. Ja, het was allemaal een beetje rommelig. Maar goed, soms heb je ook van die dagen. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Vanavond heb je goede tijd. En daarna heb je... Ja, een soort van de Passion, maar dan laten ze dus zien wat er is gebeurd na de kruising. Wel met dezelfde spelers van de Passion, maar dus wel op een andere manier, zeg maar. Dit is ook al van tevoren opgenomen, dus dit is ook niet live. Maar dat ga ik wel kijken, want ik ben wel benieuwd. Want het is het eerste jaar dat ze dit doen, dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat zijn. Dus dat wil ik sowieso kijken en daarna ga ik wel eventjes wat terugkijken... Misschien dat ik wel eventjes de politie-eenheid ga terugkijken. Of nou, ik ga wel even zien. Ik heb nog genoeg opgenomen staan dat ik terug kan kijken. Ik moet sowieso een reeks foto's bewerken vanavond. Ik wil dan even de video nakijken alvast. Verder ga ik mijn Netflix-serie kijken. Ik hoop dat ik het vanavond ietsjes beter snap. En vanavond heb ik nog een keer flikker, dus dat wordt het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. En ik heb er gewoon eventjes nu de balen van dat deze dag eventjes iets anders verliep als hoe ik wilde. Maar goed, soms heb je van die dagen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. En dan hopelijk is het allemaal weer een stuk beter dan vandaag in ieder geval. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 27 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond naar het vervolg van de Passion gekeken. Ik zal heel eerlijk zijn, het deed mij niet zoveel. Maar dat komt ook, de hele Passion heeft me dit jaar ook minder geraakt als anders. Ik heb soms echt wel Passions gehad waarvan ik echt dacht, die vind ik echt heel mooi. Dat had ik dit jaar niet en ik had gewoon iets meer verwacht van het vervolg dan wat er werd uitgezonden. Het was echt niet dat het slecht gespeeld was of zo. Het was op zich wel, ja, ik denk dat het ook wel oké in elkaar zat. Maar voor mij persoonlijk, het raakte me niet. En de meningen zijn daar heel verschillend in gelukkig. Mijn moeder Renate die vond het echt prachtig. En heel veel mensen op social media die waren ook helemaal lyrisch. Dus het zal vast aan mij liggen. Maar ik vond het niet zo'n succes. Daarna heb ik een stukje van het VI gekeken. Want gisteravond werd bekendgemaakt. Of einde van de middag eigenlijk. Dat Willibrord Verken overleden was. En ik moet heel eerlijk zeggen. Elke keer als ik een melding kreeg van nu. Dacht ik al van. Oh, het zou wel zo kunnen zijn, zeg maar. Omdat je wist dat hij gewoon heel erg ziek was. En ik had van de week heb ik een stukje van VI gezien. Toen was René van der Gijp heel emotioneel. Omdat hij er de afgelopen weekend geweest was. En dat het helemaal niet goed ging. En dat ze eigenlijk ook al een soort van afscheid hadden genomen. En ik was eigenlijk heel benieuwd of van der Gijp er zou zitten gisteren. Dat was wel het geval. En ze gingen eigenlijk gewoon een beetje herinneringen ophalen. Dus hij zat er wel gewoon. En dat had ik eerlijk gezegd niet helemaal verwacht. Nou ja, toen ik dat gezien had, toen ben ik de politie-eenheid even gaan terugkijken. Daarna ben ik mijn foto's gaan bewerken. En toen was het voor mij ook tijd om eventjes lekker mijn Netflix-serie te kijken. Nu snapte ik hem weer beter als de vorige aflevering. Dat was fijn. En daarna had ik weer flikken, dus dat was ook wel relaxed.
Ik ga nu eventjes lekker een was aanzetten, want de handdoeken moeten even gewassen worden. Kan ik gelijk de nieuwe handdoeken mee wassen en de washandjes en zo. Daarna ga ik de slaapkamer lekker doen. Dan ga ik jullie weer meenemen. Ook wel weer lekker. Even lekker schoon bed en zo. Na al het warme weer wat we hebben gehad, toch wel wat meer gezweet. Dus ik vind het wel heel lekker om dat ook even te gaan doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik moet even mijn nagel bijveilen, merk ik. Want die is een beetje scherp. En dan ga ik dat eventjes lekker doen. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer meenemen. Ik ben weer klaar. Poeh, het was wel even pittig. Je ziet mijn hele haar is uitgezakt. Ik heb gewoon niet al te beste stiek. Maar alles is weer lekker schoon. Ik kan vanavond weer in een schoon bed stappen. Dat is echt heerlijk. Het was een beetje energievol. Want ik had het toch best wel warm. Ik vind het gewoon heel lastig. Want de afgelopen dagen was lange mouwen prima. En nu is het toch weer wat warmer. Dus ja, ik vind het allemaal een beetje, vond het allemaal een beetje gek. Maar het is in ieder geval weer klaar. Lekker veel in de was. Heb ik de handdoek aangezet. Ligt er nog één handdoek die ik vergeten was. Maar de wasmachine zat ik wel echt vol. Dan doe ik die wel even bij de gekleurde was. Nee, dat kan helemaal niet. Nee, dat kan niet. Die moet even apart liggen. Maar ik durf eigenlijk niet zoveel in mijn bak te doen. Van waar mijn handdoeken in zitten. Want er kwamen dus allemaal motjes uit. Dus die moet ik morgen eigenlijk even uitspoelen. Want dat ik er even wat chloor in gooi. Dat ik hem even uitspond. Er zaten dus echt allemaal motten in. En ja, dat wil je natuurlijk gewoon niet. Maar het is in ieder geval wel weer lekker schoon. En dat is wel weer heel fijn. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik wel Think Inside the Box kijken. Want Francis van Broekhuizen is er. Dat vind ik altijd wel echt fantastisch. Daar moet ik altijd heel erg om lachen. Ik ga Nieuw Amsterdam kijken. Ik moet nog wel even die foto maken die ik die een beetje scheef was. Dus die moet even nog goed gedaan worden. Ik moet mijn artikel schrijven. Ik moet mijn video in elkaar zetten. Ik wil sowieso nog even lekker gamen. En ik heb vanavond gewoon lekker weer mijn serie op Netflix, de Lycon Lawyer. En daarna ga ik lekker de kraak kijken, dus dat wordt het ook, want het wordt volgens mij wel een heel spannend vervolg. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan even wat drinken en een beetje proberen af te koelen, want het is wel warm, dus ik ga de ventilator aandoen. En dan is er morgen weer en heb ik wel weer andere klusjes te doen. Maar voor nu zou ik in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 28 mei. Ik ben klaargemaakt. Nathalie die video belde mij einde van de middag nog even gisteren. Dat was echt super leuk. Konden we even gezellig bijkletsen. Kon ik nog eventjes lekker genieten van lente. Want ja, ik mis lente natuurlijk ook altijd wel. En ik snap dat je elkaar gewoon niet zo vaak kan zien. Want ja, ze hebben hun hele eigen leven, maar ik geniet altijd extra van de foto's en video's. En het was even leuk om Lente ook zo te zien. Lente had zelf niet zo heel veel zin erin,
Ze was lekker in eigen wereldje aan het spelen en zo. En ik moest af en toe wel eventjes een keertje goed lachen als ik dan mijn tong uitstak. Want Lente doet eigenlijk al vanaf baby zijn, steekt haar tong uit. En dan ga ik mijn tong naar haar uitsteken. Dat vindt ze altijd heel grappig. Dus toen moet ze wel lachen. Maar ze was ook lekker aan het spelen en hoedjes op aan het zetten en zo. Dus ze liet nog wel even Bing Konijn zien. Dat was wel leuk, maar die gooide het ook weer van eraf. Dus, maar het was eventjes heel erg leuk, zodat we ook even konden bijkletsen. Ik heb verder Inside the Box gekeken. Dat was op zich wel leuk met Francis van Broekhuizen. De andere man die erbij zat, die kende ik niet. Ik weet de naam ook niet meer, maar op zich was het wel leuk. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Ik moet zeggen, dat vond ik een hele rommelige aflevering. Dus hij was wel mooi, maar ja, ik weet niet. Ik heb liever als het een beetje normaal is en niet zo rommelig, zeg maar. Ik heb mijn video in elkaar gezet. Ik heb mijn blogpost geschreven. Dat was allemaal prima. Toen ben ik de Like on Lawyer gaan kijken. Dat was ook alweer een mooie uitzending. En daarna had ik De Kraak. Het is pas nu afgelopen. Heel bizar einde. Ik heb echt met open mond zitten kijken van hoe dan? Hoe eindigt? Hoe kan dit ineens zo eindigen? Daar was ik echt heel erg van onder de indruk eigenlijk. Ik ga zo meteen de haakjes op de deur en de ramen maken. Ik ga jullie daar proberen bij te zetten. Ik hoop dat dat lukt, want het is natuurlijk wel bij het raam. Dus het kan zijn dat dat niet echt lekker gaat met filmen. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Ik moet echt eventjes wat insectenspray bij mijn voordeur gaan aanbrengen. Want het is daar echt helemaal gek aan het worden met allemaal insecten. En ik moet ook zeggen dat er ook al een paar dood liggen. En ik moet het van de week eigenlijk even bij elkaar gaan vegen. Maar eerst maar eventjes die insectenspray aanbrengen. En ik ga sowieso eventjes mijn boek bijwerken voor mijn blog en YouTube kanaal. Dus dat wordt het ook wel. Ik ga nu eerst even spullen pakken, zodat ik de haakjes kan doen. En ik moet even stofzuigen en de kattenbakken scheppen en zo. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Nou, ik heb even de haakjes gepakt. Dit gedeelte komt op het raam. En deze komt op het kozijn en dit gedeelte komt op het raam. Dus ik ga gewoon even kijken of dat nu lukt. Ik ga het even uitmeten. Dan gaan we beginnen bij het raam in de woonkamer. Zitten erop zoals je kan zien. Het is lekker open nu, het waait niet weg. Ik zal jullie ook even meenemen naar de andere haakjes. Hier wordt nog even een beetje gegeten. Hier zit hij ook. Hier had een langere opgekund eventueel. Maar op zich heb je nog wel zoiets lekkers. Maar het had een langere kunnen zijn. Maar op zich zit het prima. Dan lopen we even naar de slaapkamer. Daar heb ik hem er ook op gezet. En hier zit hij op de slaapkamer. Ik weet niet of jullie hem goed kunnen zien, maar hij zit hier achter. Dus daar zit hij ook mooi.
Zo, best wel even wat klusjes gedaan. Ik weet niet of het helemaal goed te zien was met vlog. Want ik heb jullie erbij gezet met het ophangen van de haakjes. Ik moet gaan zien met editen of het een beetje juist te zien was. Maar het is dus lastig, want ik film na het raam toe. Je moet eigenlijk altijd van het raam affilmen. Dus ik hoop dat het een beetje zichtbaar was. Ik heb de spray gespreid bij de voorkant van mijn huis. En je hoorde ze gelijk allemaal doodgaan. Een beetje altijd een beetje chemisch. Dus, maar toen, het was heel gek, want ik kwam weer binnen. En toen hoorde ik bij mijn vriezer heel erg gebrom. Dus ik haalde mijn vriezer naar voren. Net of er een beest achter zat. Maar er zat niks achter. Dus waarschijnlijk hoorde ik dat daar gewoon omdat die beesten allemaal aan het doodgaan waren. Die vlogen, zeg maar, waar ik net die spray had gespreid. Ik heb even een van die laders is even nog een bak gemaakt voor switchspullen. Daar heb ik even mijn andere oplader in gedaan. Eventjes mijn case die ik dus momenteel niet gebruik, die roze. Ik heb ook eventjes van die schuifdingetjes gedaan. Je kunt namelijk aan je controller, je Joy-Con zeg maar, kun je een dingetje aanschuiven. Ik ga hem even pakken. Dit legt zo moeilijk uit. Kijk, zo'n dingetje die schuif je eraan. En dan kun je dus je controller aan je pols doen. En dat is dus eigenlijk nodig als ik Wii Sports speel. En ik had ze dus nog in de doos zitten. Want ik had ze gewoon nog eigenlijk niet gebruikt. Dus die heb ik nu ook even gepakt en in een doosje gedaan. Zodat het ook gewoon mooi beneden ligt. Want ja, weet je, dat is gewoon fijner. Want dan kan ik het gewoon makkelijker pakken. Gelijk even wat doosjes opgeruimd. Ook die van de speaker. Want dat lag allemaal nog boven. Dat heb ik even in de doos gedaan waar ik de dozen in bewaar. Voor de garantie ook. En nou, toen heb ik even lekker gebulletjournald. Dus op zich ben ik best wel productief geweest. Het ging eigenlijk, ja, die haakjes opzetten. Dat is ook echt gewoon piece of cake, weet je. Je maakt een gaatje, je draait dat dingetje erin en voilà, het is gedaan. Dus het, ja, dat stelt echt helemaal niks voor. Zo was ik wel blij om. Ik ga even, ik wil eigenlijk straks even lekker wat eten bestellen. Daar heb ik wel zin in. Dus ik ga even kijken of de ding wel open is. Het is wel goed om te weten, want volgens mij heb ik ook nog spaarkaarten. Oh ja, ik krijg nog 3 euro korting ook vandaag. Oh, helemaal top. Ja, het is open. Helemaal goed, krijg ik nog eens 3 euro korting. Superleuk. Dus dat ga ik straks lekker doen. Ik ga zo even lekker relaxen en dan straks lekker eten bestellen. Vanavond ga ik lekker kijken naar... ik ga lekker kijken, maar ik weet het eigenlijk nog niet. Ik ga even wat dingen terugkijken, maar ik ga wel het roer omkijken vanavond. Maar verder moet ik even wat terugkijken, want er is verder niet heel veel op televisie wat ik heel erg leuk vind. Ik wil sowieso de vlog voor het grootste gedeelte afmaken. En verder wil ik... ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken en ook weer Roze Geuren Hot Kaluin. Dus dat wordt het ook. En ik had nog even lekker zo'n... Starbucks. Die vind ik zo lekker. Daar had ik nog één van staan. Deze, de White Chocolate Mocha. Daar zit ik nog even aan, want die is zo lekker. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien. Ik ga nu verder niet zo heel veel meer doen dan even lekker relaxen. Ik heb heel erg last van mijn rug en mijn zij. Dus mijn lichaam is een beetje pijnlijk, maar dat komt wel weer goed. Dus tijd om even te relaxen. Dus tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 29 mei. Ik had gisteravond lekker eten besteld. Ik had dus korting omdat er voetbalwedstrijd was. Ik heb er heerlijk van genoten. Het smaakte heel goed. Bij die voetbalwedstrijd was wat reuring, begreep ik. Het begon wat later omdat er dreiging was. Volgens mij was het uiteindelijk niet heftig of zo. Want ze zijn gewoon gaan spelen. Wat ik begreep van internet. Ik heb gisteravond eventjes Louise en Rowan gekeken met poetsen. Ik had wel even leuk om te zien hoe zo'n huis dan weer opknapt. Daarna heb ik het roer omgekeken. Was op zich wel een leuke aflevering. Alleen kreeg een beetje het gevoel alsof die man niet zo heel veel te zeggen had. Het was ook de droom van die vrouw. En hij hobbelde er een beetje achteraan. En zij had ook een huis gekocht zonder dat hij het had gezien. Maar ja, uiteindelijk vond hij het dan wel een mooi huis. Maar ja, ik weet niet. Net of die man niet zo heel veel inspraak had, kreeg ik het gevoel. Maar goed, dat... ja... is een gevoel natuurlijk. Zo kwam het in ieder geval op mij over.
Daarna ben ik mijn vlog voor het grootste gedeelte zover kon gaan afmaken. Of gaan maken eigenlijk. Want ik moest hem natuurlijk even gaan editen. Nou, toen dat klaar was, toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Echt heel spannend. Dus dat was ook wel mooi. En toen heb ik Roze Gerold Kaluim gekeken. En dat was op zich ook wel een mooie aflevering. Merk wel dat ik, ondanks dat ik het al een keer heb gezien, allemaal niet echt heel goed meer weet hoe het nou precies zat en zo. Dus dat is wel leuk om dan weer een keer terug te zien. Ik ga zo meteen even stofzuigen, de kattenbakken doen en eventjes de groenten afhalen. Daarna wil ik nog eventjes gaan sporten op de Switch. Ik wil eventjes gaan kijken of ik kan tennissen, even kijken hoe dat is. Dat heb ik vroeger ook wel gedaan, zeg maar, op de Wii. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat op de Switch gaat. En ik ga even foto's maken. Dus verder is het een hele rustige zondag, maar het is prima. Dat ga ik even doen. Ik zal straks uiteraard even de fotospullen laten zien. Maar ik ga nu eerst wel eventjes mijn dingetjes doen. Dan ben ik ook klaar. En dan kan ik even lekker nog een spelletje gaan doen. Dus dat is voornamelijk even de planning voor nu. Nou, ik ga dus even op de Wii sporten. Maar dit is dus wat ik gisteren bedoelde. Ik heb dus nu hier zo'n Joy-Con. Joy-Con heb ik dus deze gemaakt. Zodat hij nu om mijn pols kan. Dus daar dient deze dus voor. Dat was gisteren een beetje lastig uitleggen. Maar nu kan ik dus een veilig aan mijn pols bevestigen, zodat ik hem niet kan laten vallen. Oké, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb een oogschaduwpalette van Max & More. Dit is de 508 Vintage Fire. Daar ga ik foto's van maken. Dan heb ik hier een lipserum met apricot kernel oil. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ik heb een Fresh & Fit Vitamin Bomb Face Serum. Hier zit B5 in. Die hydrateert en zou ook smoothing zijn. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. En ja, wat is er? Ik heb een beetje spierpijn. Want ik heb net dat spel zitten spelen op de Switch. En hartstikke leuk. Maar ik voel het wel gelijk in mijn spieren. Dus het is wel goed voor je spieren, zeg maar. Maar goed, ik ga nu eventjes mooie foto's maken. En dan kan ik ze straks nog eventjes importeren. Zo, hier worden de laatste brokjes even weggegeten. Ik heb de foto's klaar, die heb ik even geïmporteerd. Toen heb ik net nog even een spelletje op de tablet te spelen, want ik heb echt last van mijn arm. Ik heb tennis gespeeld, volleybal, vechten met zo'n zwaard en wat was het laatste spel nou? Tennis, volleybal, zwaard, vechten, badminton. En ik merk dan toch dat ik heel fanatiek ben en ik wil dat dan winnen. Ik heb wel alle potjes gewonnen, maar daardoor ging ik dus heel enthousiast met mijn arm bewegen. En misschien was ik iets te enthousiast, waardoor ik dus nu wat spierpijn voel. Maar ja, ik wil dat dan toch winnen. Ik merk ook dat ik toch wel steeds dichter naar de tv toe ga. En dat moet niet, want ik moet op mijn plek blijven. Maar ik merk gewoon echt dat ik ook echt in zo'n houding ga staan van tennis, van ik wil die bal hebben. Dus, maar het is echt, ja, het is echt wel heel erg leuk. Ik heb dan nu eventjes, ik heb dan nu, omdat ik vorige week had ik al twee spellen gespeeld. Ik heb nu alles een keer gespeeld en het is echt wel heel erg leuk. Dus mocht je een Switch hebben en je twijfelt over Switch Sports, kan ik hem zeker aanraden. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Ik zat wel even te clearen hoe ik die het polsbandje weer van mijn controller af kon krijgen. Maar dat heb ik uiteindelijk even opgezocht. Het is gelukt, dus dat is top. Nu ga ik zo meteen even lekker relaxen. Strakjes douchen en eten. En dan vanavond ga ik Zeeman Confronteert Stalkers eventjes kijken. Daarna even Million Dollar Island. Ik ga wel even mijn nagels doen. En ik moet foto's bewerken. Dus verder niet heel erg veel bijzonders. Ik ga wel mijn Netflix serie weer kijken. En daarna gewoon weer flikken. Dus dat is het ook wel. Maar ik heb nu gewoon een beetje last van mijn buik. En ja, ik merk gewoon dat mijn lichaam nu toch een beetje zeer doet. Omdat ik best wel intensief ook bezig ben geweest. En ik had gisteren al vrij last van mijn lichaam. Dus ik heb het toch een tikkie erger gemaakt. Maar dat gaat er vast wel uit. En misschien met een warme douche dat het ook wel goed doet. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Hele goede middag op deze maandag. Het is 30 mei. Ik ben klaargemaakt. En ik probeer een telefoontje te plegen. Maar ik sta al zo'n 22 minuten te wachten. Tot ik iemand online krijg.
Het is gelukkig gratis nummer, dat scheelt. Ik heb gisteravond heb ik Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. En ik moet zeggen, dat was best wel heftig. Het was namelijk een zaak waarin iemand die had al een keer gestalkt, dat hebben ze toen uitgezonden. En die was dus nu naar waarschijnlijkheid weer opnieuw begonnen. Dus dat gingen ze opnieuw uitzoeken. Maar het ging dus om een vrij jonge jongen. En ze hebben toen de tijd de hulp ook aangeboden. Toen is die jongen ook uit huis geplaatst. En toen uiteindelijk heeft die vader hem weer terug in huis genomen en is het stalken weer opnieuw begonnen. En nu stalkte hij dus een meisje en haar familie waar hij een relatie mee had. Ze konden die jongen zelf niet confronteren. Dus ze hebben die vader opnieuw geconfronteerd. Nou, die ontkende in alle toonaarden, want dat kon zijn zoon niet zijn. En nee, dat kon allemaal niet. Nou ja, uiteindelijk bleek het die zoon dus wel te zijn. Dat meisje heeft uiteindelijk de relatie verbroken, want die begon toch te geloven dat haar vriendje haar stalkte. Maar ja, het was een best wel lastige case. Ik stond ook echt perplex dat hij opnieuw was beginnen met stalken. Daarna heb ik Million Dollar Island gekeken. Was op zich wel weer interessant. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal even het kleurtje pakken. Dat was ik nu weer vergeten. En dat is deze. En dit is de kleur 101 Berry Mary. Ik vind hem wel mooi. Maar het was altijd even de vraag hoe lang blijft het mooi zitten. Zit in het standaard assortiment. Dit is een limited editie nog. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik ben daarna mijn Netflix serie gaan kijken. Heel spannend. Echt een aanrader. En daarna had ik flikken. Dus dat was ook wel weer leuk. Ik heb mijn boek bijna uit. Ik heb nu echt zo'n boek waar ik moeite bij heb om hem weg te leggen. En dat heb ik de laatste tijd niet echt gehad. Maar nu had ik het weer. Dus ja, ik denk dat ik hem vanavond wel uit heb. Ik ga zo meteen een was aanzetten. Ik ga de douche doen, de gang. Ik moet nog een hele grote was opvouwen. De kattenbakken moeten weer even lekker verschoot. Dus prima. En ik ga ondertussen proberen of ik iemand aan de lijn krijg. Maar ik ga jullie gewoon weer meenemen in ieder geval. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Het goede nieuws is dat de insectenspray zijn werk heeft gedaan. Want kijk, je ziet hier allemaal dode beesten liggen. En hier ook. Dus alles is echt wel gewoon goed dood gegaan. Dat zal ik van de week even bij elkaar gaan vegen. Maar het is wel lekker dat het toch wel heeft gewerkt. Dus goed spul, insectenverdelger. De was die ligt alweer mooi in de kast. Ja, het handdoekje moet nog even in de sporttas. Mijn wasmachine is klaar, die piept net. Maar fijn dat alles weer lekker schoon is. Ik heb ook eventjes mijn wasmand waar die in de douche staat voor de handdoeken. Die heb ik ook even schoongemaakt. Want
Daar kwamen dus een paar motten uit van de week. Dus ik denk, ja, dat moet even schoongemaakt worden. Dus dat heb ik ook even gedaan. Laat ik gewoon even goed uitdrogen. En ik laat nu eventjes alle handdoeken en washandjes even drogen voor ze in de wasmand gaan. Want ja, dat is gewoon even beter. Want daar komen juist die motten natuurlijk op af. Maar het is wel fijn dat het weer opgeruimd is. Dan kan deze was die er nu in zit, die kan zo meteen de droger in. Dan heb ik die ook weer weg. Dan ben ik weer ietsjes bij met de was. Want ik had echt onwijs veel ook weer. Maar goed, het is allemaal weer opgevouwen van de week. Het even in de kast leggen. Maar goed, dat komt ook wel goed. Ik heb even de kliko naar de weg gebracht. Want die wordt morgen geleefd met het afval. Dus dat staat ook weer mooi. En ik ben blij dat het weer rond is. Het telefoontje is trouwens ook niet gelukt. Want ik stond na 3 kwartier nog in de wachtrij. Toen wilde ik eventjes in huis aan de gang. Die heb ik opgelegd. Toen heb ik nog een keer geprobeerd te willen dat de was aan het opvouwen was. Maar ik kom er niet doorheen. Dus het is een beetje lastig. Dus ja, misschien van de week nog een keer proberen. Maar het zal wel heel erg druk zijn. Dus dat was even minder. Het is gelukkig wel een gratis nummer. Maar goed, als je steeds maar alleen maar hoort. U staat in de wachtrij. Ja, daar word je ook niet vrolijk van. Dus ik was er wel even klaar mee. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik Kopen zonder kijken. En ik moet eventjes nog een video in elkaar zetten. Want die wil ik morgen online hebben. Ik moet mijn blogpost even schrijven. Daarna ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En dan flikken. Dus zo meteen even de laatste dingetjes doen. Dan kunnen de emmers die kunnen ook terug naar de gang. Want die staan hier nog. Want de gang was nog een beetje vochtig. Daar wil ik er liever niet overheen lopen. En nou, dan is dat ook weer klaar. Hun hebben schone bakken. Zijn ze ook weer blij mee. Dus wat dat betreft was het wel productief. Maar ik merk wel dat ik heel erg last heb van mijn arm van gisteren met dat sporten. Want ik ging dus straks. Ik heb dus mijn oefeningen gedaan toen ik wakker werd. Mijn sportoefeningen. En ik had er heel veel moeite mee met mijn rechterarm. Dus misschien heb ik hem een beetje overbelast of zo. Of spieren gebruikt die ik normaal niet gebruik. En dat je dat dan voelt. Maar goed, het komt vast weer goed. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 31 mei. Ik ben klaargemaakt. Gisteren belde Nathalie mijn moeder Lente nog even. Of video belde eigenlijk. Het was heel erg leuk. Heel schattig. Lente had niet heel veel aandacht voor me. Want ze was veel te druk met andere dingetjes. Maar ik vind het altijd leuk om even te zien ook hoe ze speelt. En we konden even gezellig kletsen. Dat was wel heel leuk. Ik zat Lente een beetje uit te dagen. Lente kan tegenwoordig kikker zeggen. Dus ik zei steeds kikker, kikker. Toen zei ze op een gegeven moment kikka, heel zachtjes. Echt een heel lief klein stemmetje heeft ze nog. De R kan ze nog niet zeggen. Dus, maar er komen steeds meer woordjes uit. Bal kan ze al. En, nou, echt superleuk. Maar toen ging ik koken en toen had ik toch eventjes een dingetje. Want ik had mijn snijboontjes. En ik kwam er dus van de week eigenlijk achter dat ik te veel eten had gekocht. Want ik had voor 2 maanden groenten gekocht. En ik ga aanstaande vrijdag ga ik boodschappen doen. Dus ik dacht, oh, lekker dom bezig van mezelf. Ik heb me helemaal druk lopen maken om niks. Maar dan merk ik dat er een soort van kortsluiting in mijn hoofd ontstaat. Omdat ik weet, oké, ik ga nu later dan normaal. En dat lukte niet helemaal. Maar oké, ik had dus te veel eten. Maar ik ging die snijboontjes eten. Ik maak het zakje open en hij ruikt helemaal zuur. Dus ja, het was nu niet heel erg dat ik te veel eten had. Want toen kon ik dat andere zakje uit de vriezer halen. Maar ik ga het wel even melden nog in de supermarkt. Want het is toch 1,79 wat je nu zo weggooit. Mijn moeder zei ook van ja, ik zou het wel even zeggen. Zei in eerste instantie ja, ik zou het even meenemen. Ik zeg ja, maar ja, ik heb het al weggegooid. Dan moet ik het weer uit het zakje vissen. Ze dus nou, ik zou gewoon het bonnetje even meenemen. En dan in ieder geval gewoon melden. Kijk, ik ga er niet vanuit dat ze er wat aan doen. Maar ik wil het in ieder geval wel gezegd hebben. Ja, het is toch wel je zonde van je geld. Maar goed, ik had dus mazzel dat ik nog groenten had. Want anders had ik dus geen groenten gehad. Nou, mijn vader die belde net eventjes. Want die komt dus vrijdag. We zouden eigenlijk de bank gaan repareren. Want de katten hebben aan de onderkant van mijn bank de stof hebben ze kapot gemaakt. Want daar gaan ze in zitten. En we hadden een beetje zitten denken. Toen hadden we bedacht, we kunnen er wel gaas onder maken. Dat ze er in ieder geval niet meer in kunnen. Maar toen had hij dus gisteren overleg gehad met mijn moeder en Nathalie. Want daar was hij eventjes. En toen zeiden ook al van ja, is toch een beetje gevaarlijk. Want als de katten zich daaraan openhalen, heb je gewoon een probleem. Dus dat wordt er natuurlijk niet. Want dan moet ik naar een dierenarts. En dat, ja, dat gaat gewoon niet makkelijk. Omdat ik niet iemand heb die dan mee kan. Dus dat gaan we nu niet doen. Zij gaat nu gewoon heel netjes de stof weghalen. Want mijn moeder en Nathalie hebben zelf ook niks onder de bank. Dat ze in ieder geval niet meer in kunnen gaan zitten. Dus dan is het spelletje in ieder geval over.
Maar ik had mijn lamp kapot in de gang en ik had geen vervangende lamp meer. Dus ik moest een kleine fitting hebben en ik had alleen nog een grote fitting. Dus hij was even naar de Action geweest en heeft gelijk even voor mij een lampje gehaald. Want ja, bij de supermarkt betaal je schil aan lampjes, dus dat is even minder. Gisteravond heb ik Kopen Zonder Kijken gekeken en ik moest ergens nog lachen. Er ging vorige week een filmpje viral van de makelaar die in een vijvertje viel. En ik dacht, maar ik heb dat helemaal niet in de aflevering gezien van vorige week. En zouden ze het eruit geknipt hebben? Nou, dat was dus niet zo, want dat was dus in de aflevering van gisteravond. Maar het huis was weer prachtig geworden, echt heel mooi. Het was echt een heel oud huis in het begin. En ik dacht echt, oh, wat gaan ze hiervan maken? Maar uiteindelijk, je herkende het gewoon niet meer terug. Echt heel knap gedaan. Ik heb de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gekeken. Jammer, ik ben er nu doorheen, dus ik moet vanavond weer wat nieuws bedenken. Even opzoeken. En ik heb Flikker gekeken en ik had dus even de video in elkaar gezet. En eventjes mijn blogpost geschreven, dus dat was het ook. Ik verwacht nog een pakketje zometeen. Ik heb namelijk de nieuwe trendeditie van Essence weer besteld. Die zal ik even laten zien als die binnen is. Ik ga zo even stofzuigen. Ik ga straks even de doodles afmaken. Dan ga ik jullie bijzetten. Ik wil zometeen alvast eventjes de aanbeelden maken voor de Primark shoplog. Die komt volgende week zaterdag online. Dus niet aanstaande zaterdag, maar die week erop. Maar dan heb ik in ieder geval vast de aanbeelden gedaan. En ja, gewoon eventjes een beetje rommelen hier. Dus dat is nu de planning. Dus ik ga eerst even stofzuigen. En dan zet ik jullie straks even bij als ik doodles ga tekenen. En ik laat het natuurlijk nog eventjes zien als het pakketje binnen is. Zo, ik heb het pakketje binnengekregen. Hier is die. Deze is van de Boozy Shop. Daar heb ik de producten besteld. Ik ga hem even openmaken met jullie. Het is altijd zo leuk verpakt bij hun. Echt, kijk hier. Ik vind het altijd zo leuk. Dat is heel leuk in zo'n zakje. Even kijken. Er zit ook altijd echt een heel leuk kaartje bij. Nu staat erop, thank you Angela. En dan de afzender die hem geschreven heeft. Superleuk. Oh, ik heb een maskertje erbij gekregen. Wat leuk. Een charcoal brightening mask. Heel leuk. Oh ja, er zit ook wat bij. En dan krijg je met dit kaartje krijg je korting. Zou je even af willen gaan, want de mensen zien ons niet meer. Deze reinigt en shrinks pores. Hij verwijdert dode huidcellen en impurities. En is voor elke skin type en is vegan en ook nog eens dierproefvrij. Maar goed, ik had dus een aantal nieuwe producten besteld. Dit is een nieuwe trendeditie van Essence. Deze ligt als het goed is ook snel al in de winkel. Maar ik heb hem dus al eventjes besteld. Er komt ook nog wel weer een losse video van online. Ik zal eerst even vertellen welke trendeditie het is. Het is de Jurassic World trendeditie. En deze is dus geïnspireerd op de nieuwe Jurassic Park film die uitkomt. Ik heb hier allereerst een Pea Reacting Lip Glow die in de collectie zit. Kijk, oranje. Dus die. Ik ben wel heel benieuwd ook wat voor kleurtje die gaat geven. Dan heb ik hier de mascara. Dit is de Crazy Volume Mascara, maar deze is dan van Jurassic Park. Heel leuk. Deze kreeg ik gratis. Bij €7,50 aan producten van Essence kreeg ik deze gratis. Ik heb deze zelf al wel, maar ik ga hem gewoon apart leggen, want ik vind hem wel heel fijn. Dus dan heb ik gewoon een backup. Ik heb het hele schattige armbandje genomen. Die vond ik heel leuk met die dunootjes eraan. Dus heel erg leuk. En dan heb ik de highlighter genomen. Deze is al gebroken, dus daar ga ik even over mailen. Zie ik nu? Ja, hij is al kapot. Daar ga ik zo eventjes over mailen. Dus die kan ik jullie niet laten zien. En ik heb het oogschaduwpaletten. Heel leuk. Kijk, deze is wel heel superleuk. Maar ik ga dus eventjes mailen over de highlighter, omdat die dus gebroken is. En dat is toch wel heel zonde. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Dus maar in ieder geval weer een hele leuke collectie die ik even met jullie wilde delen.
Zo, ik ben inmiddels klaar. Ik heb de dos niet helemaal afgekregen. Ik moet er nog twee, maar ik heb de nieuwe ook nog niet online zien staan. Dus even afwachten of die morgen al er staan. Dan kan ik ze morgen eventjes afmaken. Maar het was wel eventjes lekker om bezig te zijn. Ik ben inmiddels weer aan het bellen geweest. Ik kom er nog steeds niet doorheen. De wachttijd zou 30 minuten zijn. 45 minuten verder en ik hang nog aan de lijn. Maar ja, het is vervelend. Het is lastig. Ik word er een beetje moe van. Ik heb er een beetje hoofdpijn van. De katten hebben net lekker gegeten. Ik heb even de aanbeelden geschoten van de Primark shoplog. Het was wel eventjes fijn om alvast te doen. Verder eigenlijk een beetje gerommeld. Niet echt heel veel, niet echt iets gedaan. Ja, ik moet eigenlijk weer bovenaan het opruimen. Maar ja, het is nog steeds wat warm. Dus het was allemaal een beetje lastig. Maar op zich wel een lekker middagje. Ook wel gekkig nu geen boodschappen doen. Maar goed, volgende week weer. In ieder geval vrijdag natuurlijk. En volgende week is het dan weer gewoon. Ik ga zo even relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik voor hetzelfde geld. Ik ga de vlog verder afmaken. Ik moet even mijn foto's bewerken. Ik ga een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Ik heb echt nog geen idee welke. Ik had al een mailtje terug trouwens van de Bougie Shop over de highlighter. Of ik even een foto wilde toesturen. Dus die heb ik even toegestuurd. Ze reageerde echt heel snel. Ze willen het wel gaan oplossen, zeggen ze. Dus ik ben heel benieuwd. Maar dat gaan we zien. En ik heb vanavond verder gewoon nog weer flikken om te kijken. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of mijn kanaal zelf die rode button te drukken. Daar staat ook een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk? Zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!